De ministeries van Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken hebben samen met het kabinet van de vicepresident een congres georganiseerd. De titel van het congres is Dag der Traditionele Medische Systemen, de synthese van allopathische en traditionele geneeskunde. Dit is het allereerste congres waarbij experts uit India en Suriname hun ervaringen over traditionele geneeswijzen delen met elkaar. Volgens vicepresident Ashwin Nadeem, die het congres opende, zijn er overal ter wereld medische systemen. Maar, zegt hij, Suriname heeft zijn eigen eeuwenoude traditionele natuurlijke geneeskunde, afkomstig uit alle windstreken. Onze traditionele geneeskunde doet niet onder voor de rest van de wereld en kan ook niet als inferieur aangezien worden, zegt Nadeem. In Suriname zien wij een synthese. Een samensmelting van alle medische systemen, oosterse, westerse en onze eigen traditionele. Wij Surinamers zien een synthese, een samensmelting van medische systemen ter versterking en verdieping van de algehele gezondheidszorg in Suriname en een uitbreiding van medische diensten en medicamenten in de regio. Wat in onze traditionele geneeskunde mist, is genoegzaam betrekken van internationaal erkend wetenschappelijk onderzoek en methodieken, inclusief de presentatie van de resultaten van de door de natuurgenezers gebruikte natuurlijke geneesmiddelen. Dit jaar zal ook opgeheven worden door een leerstoel traditionele geneeskunde in te stellen aan onze universiteit. En in het kader van de ophanden zijn de samenwerking met India ook een bijzondere leerstoel Ayurveda. Vice-president Ashwin Nadeem. Volgens minister Patrick Pengel van Volksgezondheid zijn wij in Suriname gezegend met een multi-etnische samenleving. We bezitten een schat aan eeuwenoude traditionele geneeskundige kennis en vaardigheden. Daarom is volgens de bewindsman de tijd nu aangebroken om als samenleving onze traditionele geneeskundige kennis en vaardigheden gestructureerd aan te wenden ten voordele van de totale samenleving. Wanneer we de huidige status van onze eigen erkenning ten behoeve van onze eigen traditionele geneeskunde vergelijken met andere landen in de wereld, zoals bijvoorbeeld China en India, dan staat alles bij ons in de kinderschoenen vanaf regulatie tot en met onderzoek en ontwikkeling. Ook tal van landen verbonden aan bijvoorbeeld UNASUR en GRULAC, waarin Suriname ook een lidland is, zijn verder gevorderd in het incorporeren van traditionele geneeskunst in hun gezondheidszorgsysteem. Een van de voorlopers hierbij is bijvoorbeeld Bolivia, die een voorroederrol vervult. Maar ook Cuba, waar ik tijdens mijn bezoek al daar kennis heb mogen maken en heb mogen aanschouwen dat de traditionele geneeskunde geïncorporeerd is in het primary healthcare systeem. En dit is gebaseerd op wetenschappelijke gronden. De traditionele geneeskunde wordt in vele landen al tientallen jaren erkend en staat niet apart van de westerse geneeskunde. Aldus minister Patrick Pengel van Volksgezondheid. Hij sprak tijdens de opening van een eendaagse traditionele geneeskundecongres in de KKF Beurshal. Het thema was Dag der Traditionele Medische Systemen, de synthese van allopathische en traditionele geneeskunde. Het congres is georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken en het kabinet van de vicepresident.